Mam na przykład de spijt, de rain, het slechte weer vandaag. Ik begin met een serie tekeningen van negen waar deze twee onderdelen van zijn. Dat is Leetenel Retour. Ik heb daar nu een verhaaltje bij geschreven, omdat ik met film bezig ben tegenwoordig. En dat is een verhaal wat ik eigenlijk niet in mijn hoofd had toen ik de tekeningen maakte. Maar wel naar aanleiding van de film die ik daarna zal laten zien. Dus ik begin en de muziek is van Anneke van Giersbergen. Een toch wel beroemde in de metal scene rockzangeres. Ze stond gisteren nog in de NRC, of eergisteren. En met haar Jaguar, want ze gaat als rockchick door het leven nu. En speelde in die tijd met de band The Gathering, een metal band. En zij heeft op mijn verzoek toen het nummer geschreven One Man, sorry, One Woman. Ik vraag mijn moeder naar wat er met mijn broertje gebeurde toen hij 1 jaar was en zoveel huilde. Ik zit daar rechts. Maar mijn moeder vertelt een ander verhaal over de man op wie ze verliefd was voor haar huwelijk met mijn vader. Ze was 18 en studeerde in Parijs aan de Sorbonne. Wie was die man, vraag ik. George B. Die B staat voor bakken. Nee, Bataille, een Fransman. Wanneer ontmoette je hem? Toen Duitsland Polen binnenviel op 5 september 1939. Waar? Waar was dat? In een voorstad van Parijs. Hoe ging dat? Nou, we hadden uitbarstingen van lachen en zoenen. Uitbundig vrolijk stelsel te horen. Nee, dat ook weer niet. Bij het ontbijt sprak George vaak over christelijke deugden, armoede en nederigheid. Hij was niet in staat als een heilige te leven, zei hij. Ik ook niet, zei mama. Je staat op en je was je scheert je en je strijkt je kleding. Elke morgen was hij weer als een nieuwe man, schoongewassen en geschoren met de vouw in de broek. George liet me Parijs zien. Gewoon overdag voelde George zich nooit zo op zijn gemak. Hij filosofeerde tussendoor over vals daglicht. Hij zei, niemand verdraagt daglicht. Maar ik genoot stiekem wel van de tochtjes. Hij liet me vaak alleen. Ging hij op nachtelijk avontuur in het vale licht van bordelen. Hij zei dan in de woorden van Hannah Hagenaars in mijn boek,
Je bent de naam van een heilige. De naam van een vrouw die samen met haar moeder een bordeel hield tot ze zich bekeerde tot het christendom. En uiteindelijk een matteluisdood stierf. De schermheilige van boetvaardige vrouwen en arme verdoemde zielen. Toen George dat zei, heb ik gauw mijn beroep op mijn identiteitskaart uitgekrast. Op een dag nam Sos me mee in een bootje naar een eiland. Hij deed er geheimzinnig over. Afra, zegt hij, kijk je handen. Afra, they say the sins of the flesh are a sacrifice to Venus. Afra, seks is misschien niet mooi, maar zo levend. Ik kijk hem aan, overrompeld door zijn voorstel. Zal ik met hem meegaan, of niet? Kan ik me overgeven aan de schaduw van de nacht? Op een nacht werd George opgepakt door de nazi's. Hij werd gefouilleerd en ze hadden een foto van mij gevonden. Over die foto werd hij ondervraagd. Is hij jouw vriendin? En is ze Joods? George zei gelukkig dat ik een gewone Hollandse boerendochter ben. Van het platteland nog wel en in Parijs studeerde. Hij kwam zodoende weer snel op vrije voeten. Maar George ontving kort daarna een oproep voor de arbeidseinsatz. We doken onder in een sneeuwhut. Op een nacht strompelden 7 Duitse soldaten ons. Ze waren dodelijk vermoeid en stomdronken. George kon ze makkelijk overmeesteren. Toen moest ik ze één voor één uitkleden, waarna hij ze vastbond, elk aan een boom. Door hun verlangen beneveld, zijn ze makkelijk uitgeschakeld. Maar ik was weer vervallen in het beroep van mijn moeder, de bordeelhouster. Weer terug op onze kamer was het op een avond noodweer. Ik was aardappelen aan het schillen. En onderwijl vertelde George doodleuk over massaslachting onder kinderen. Het vergif van het verhaal kwam van een Hamidaanse, een Amerikaanse outsider-kunstenaar. Ik schreeuwde het uit van ontzetting. Na die nacht kwam een einde aan onze relatie. Toen zag ik de film Netanel de Retour in Parijs en begreep dat het vergif van Hamidaanse een liefdesdrank kon bevatten. Het had onze relatie kunnen redden, maar na 3 jaar was het te laat. Toen ik George verliet, heb ik het schilderijtje van Daarze meegenomen, in het midden. Hij tekende de gruwelen van de Amerikaanse burgeroorlog. Ze wijst op het schilderijtje op de muur. Je moet er eens een boek Guilty lezen, zegt Manet. Daarna schreef George tijdens onze relatie. Ga ik doen, antwoordde ik. Wat vond George van de film L'Eternel de Retour? Nou, volgens George heeft Cocteau pure SS-mythologie gemaakt van het middeleeuwse verhaal van Tristan en Isolde. Met Madeleine en Soloje uitgedorst volgens de heimatfolklore en de hoogblond geverfde Jean Marais
in een gestileerd Hubermens tuniek. Digna vroeg mij, toen wij naar de film keken, nee, en toen had ik een tekening aan te zien. Waarom is George bloot daar beneden in het bootje met Manet? Ik zei, dat heeft met de erotiek in het werk van George Bataille te maken. Ik heb veel van Bataille gelezen voordat ik ging fantaseren over mijn moeder, die als provinciaal meisje de jonge intellectueel Bataille in Parijs zou kunnen ontmoeten. Bataille schreef ook, het enige plezier dat het waard is om naar te verlangen, is het verlangen naar plezier en niet het plezier zelf. Overigens zag ik pas later de openlijk beleden homofilie van Cocteau in zijn erotische tekeningen. Cocteau is de scenario schrijver van de film Detonator. Dit is een tekening van Cocteau uit 1940. Dus 3 jaar voordat hij om de film, die we straks zullen zien, een stukje is eruit, tekende. En deze tekening, deze is van 1947. En hier ligt hij Cocteau met Jean Marais. Dat is Jean Marais. Cocteau. Ja, en Jean Marais is de protagonist van Les Tenants Retour.